Ja, ja, ik ben Dirk. Ik ben eigenlijk zakenman. Ik werk door de week als ja, manager, zeg maar. Hè. En ja, ik heb eigenlijk altijd een beetje afwisseling nodig. En dan kom ik hier ja, in het bos. Hè. Dan kom ik mijn ding doen. Dat gaat eigenlijk als volgt dan. Een beetje rondkijken, hè? Tussen de boompjes. Eerst op uitkijk, dat is het spannendste meestal. Hè? De uitkijk. Bijvoorbeeld hier, de boom. Eerst wat die kleur een beetje bekijken. Hè? Hier, je ziet het. Het groene, dat is die mos. Dat wat voelen, hè? Dat is zacht, dat is pels. En dan zit het al in mijn kop. Nu heeft de boom mij gezien. Hè? Dan gaan we straks verder. Nee. 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 Te hard. Het is niet. Ik voel het niet. Kijk, dat is wel iets jammer. Die vind ik alweer te veel bepoteld. Daar kom ik niet aan. Dus volgens poten, zie, staat er ook mooi op, hè? Make love. Het is al te veel gebeurd, hè? Ik kom er niet, nee. Ik vind het vies. Dat vind ik een slettenboom. Nee, dat is niks voor mij. Staan er hier nog, hè? Dat is het, hè? No pissing. Dat is een boom die geen pisseks wilt. Allee, wat is dan? Ik wil ik daar ook een keer op, hè? Er zijn ook dikwijls vrienden van mij die zeggen: ja, Dirk, met een boom. Allee, zegt Greenpeace daar niks van. Maar ja, die bomen hebben ook hun gevoelens, hè? Oh. Allee, dat is ook niet profiteren dat ik doe, hè? Dat is liefde geven. Hè? Zeg Dirk, ik vind wel dat u vrij snel erover gaat. Hè? Dat is van de opwinding, hè? Ah ja. Ja. Ja, ik ben dus eigenlijk ook niet alleen, kijk. Zijn er ook nog die, ja, die hier ook een vrije tijd komen spenderen? Ik ben niet de enige. Ja? Die hadden zelfs een op mee ook. Ja, ik zie dat je aan het voelen bent, maar dat is geen lamp. Ja, dat lampje, dat is nou dan. Is het kapot? Ja. Hier. No pissing, dat is een boom die geen pisseks wilt.